Hey, welkom weer bij een nieuwe video van Glamourmoves.nl. Vandaag heb ik een shoplog weer voor jullie. En dit keer ben ik... Ik ga hem even pakken. Bij de Primark geweest. En dat was echt al wel heel erg lang geleden. En vorige week zaterdag dacht ik, ik ga weer een keertje naar de Primark. En ik laat jullie dus nu alle aankopen zien. Ik heb ook nog twee dingen bij de Sting gekocht. En ik ben bij de Primark in Arnhem geweest. En het was een beetje veranderd. De beauty lag niet meer op dezelfde plek. En ze hadden boven ook het een en ander aangepast. Maar ik heb een heleboel leuke dingen gekocht. Dus die ga ik aan jullie laten zien. Ik heb wel wat dingen al aangehad. Dus ik moet even kijken of ik de prijzen erbij ga noemen. Of dat ik die van het bonnetje nog eventjes opzoek. En het dan onder de video toevoeg. En de dingen zitten soms binnenste buiten. Dus moet ik ze even omkeren. Dus ik begin gewoon met het eerste wat uit de tas komt. En die is dus inderdaad binnenste buiten. En er valt nog iets. Lekker bezig. Dit is een jurkje. En ik ga hem eventjes omkeren. Ik heb deze al aangehad. En het is een heel basic jurkje die ik in het bordeauxrood ook heb. En dit is hem die ik nu heb gekocht. Het is een beetje grijsblauw, denk ik. 3/4 mouwen en gewoon heel simpel met een ronde hals. Zo. Ik weet toch nog niet of ik er aanbeelden bij ga doen. Want ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Maar anders dan zien jullie die beelden tussen de video door. Dus dit jurkje heb ik als eerste meegenomen. En dan heb ik gelijk nog een jurkje. Die zit niet binnenstebuiten. Daar zit het prijsje nog op van 6 euro. Het is eenzelfde model als die andere. Alleen dan met korte mouwen. En dit is een zwarte. En deze was dus 6 euro. En ik vind dit soort jurkjes heel makkelijk. Met een jasje eroverheen voor mijn werk. En dan ziet het er super netjes uit. Ik heb nu twee shirtjes tussendoor van de Sting. Die laat ik maar gelijk even zien. Er was een outlet van de Sting in Arnhem. En ik zag daar dit shirtje. Dus een blauwe met sterretjes. En de opdruk Hawaii was nu nog 9,95. En ik vond het gewoon een heel leuk, vrolijke shirt. En een mooie kleur. Dus die heb ik ook meegenomen. En ik nam nog een shirt mee. Allebei zijn ze trouwens van Miss America, wat bij de Sting verkocht wordt. En dit is een grijs shirtje met sterretjes. En 74 staat erop. En er zit een heel iets een glitter in. Maar ik weet niet of jullie dat kunnen zien op camera. Deze heeft een wat hogere hals, korte mouwen. Ook 9,95. Dan gaan we door, denk ik, naar mijn favoriete item. Die heb ik ook echt al super vaak aangehad de afgelopen dagen. Dat is deze blazer. Hij is rood met 3/4 mouw. Een beetje opgerold-achtig. Er zit geen knoop in, wel zakken. En deze was een blazer waar ik echt al heel lang naar op zoek was. Ik zocht al heel lang een rode blazer. Ik heb al een aantal kleuren. En deze miste eigenlijk nog. Dus toen ik hem zag hangen bij de Primark heb ik hem gelijk gepast en meegenomen. En eigenlijk spijt ik niet nog mis hoe ik het meegenomen. Het is kwalitatief een heel mooie blazer. Mooie stof en hij zit heel lekker. Dus daar ben ik heel blij mee. Dit item heb ik nog niet gepast. Een heel net topje, shirtje. Met ritsjes hier en hier. En aan de achterkant zit er een knoopje. En hij valt aan de achterkant ietsje langer dan aan de voorkant. 3/4 mouwen. En het is een beetje, ik denk wel een Zweeds stofje. En het is op camera blauwer, maar het is paarsblauw. En ik vond het wel een hele mooie kleur. En ook dit is heel netjes met een jasje samen voor mijn werk. Deze heb ik ook wel gebruikt. Een canvas tas voor boodschappen. Zag ik bij de kassa hangen. En ja, als er een unicorn op staat, dan moet je die natuurlijk meenemen. Fluffy staat erop. Deze is van Despicable Me, de unicorn. Gewoon een stevige tas voor de boodschappen. En die vind ik toch wel wat makkelijker en steviger dan die opvouwtasjes die ik ook wel heb. Die gaan heel vaak scheuren als ik wat zwaardere dingen heb. Dan kwam ik deze uiteindelijk ook nog tegen bij de kassa.
Dit zijn twee deurhaken die je aan de bovenkant van de deur er overheen kan hangen. En dan heb je hier twee haken en hier twee haken om je ochtendjas, een vest, een trui of wat dan ook aan op te hangen aan de deur. En ik vond deze wel heel mooi. Ik heb nu een heel ander ding, zo'n rail zeg maar. Die hangt in een andere slaapkamer. Maar ik wil op mijn eigen slaapkamer ook mijn ochtendjas kunnen ophangen. En deze was 3 euro en die zag ik dus bij de kassa. Want ik had ze bij de home afdeling nog niet gezien. Dit zit los. Ik had 3 panties gekocht van 40 denier. Ik heb er eentje al aangehad. En het is gewoon zwarte. Die vind ik altijd wel handig. Normaal heb ik 80 denier, maar ik vind soms net even iets mooier als je iets meer huid ziet. Dus dit zijn er nog 2. En dat waren er 3 paar voor 4 euro. Even kijken, wat komen we nog meer tegen? Deze kocht ik op de beauty afdeling. Newton's Labs Spot Sapping Gel. Voor puistjes, of tegen puistjes eigenlijk. En ik heb er goede reviews over gelezen van 2 medebloggers. Dus ja, ga ik gewoon proberen. Wie weet helpt het. En anders, ja, 1,50. Ja, dan is het jammer. Bij de beautyafdeling nam ik ook op aanraden van iemand anders een mascara mee. De PS Lash Out Mascara. En die heb ik dus ook al gebruikt. Ik had wel een mascara genomen die nog in het folie zat. En deze is wel heel erg fijn. Dus mocht je nog een leuke mascara, goedkope mascara zoeken, dan is dit een aanrader. Ik heb nog 2 BH's gekocht. Oh, eentje ligt er trouwens ook nog boven op de badkamer. Dit is een setje. Deze. En deze. Een paarse. En daar zat er dus ook al ondergoed bij. Een kanten string in het paars. En ook uiteraard in het blauw. Ik vind het toch wel mooi om setjes te hebben. Dus toen dacht ik, bij de Primark zijn de BH's eigenlijk altijd heel fijn. En daarom heb ik die meegenomen. Daarboven heb ik ook nog een donkergroene, armygroene BH liggen. Maar daar heb ik geen onderhoed bij. Dus toen heb ik een setje met losse strings gekocht. Met die kleur waar de BH dus ook van is. En nog 2 roze. En het ondergoed van de Primark is eigenlijk altijd gewoon heel goed. Dus dat koop ik daar graag, omdat het ook nog eens betaalbaar is. Als laatste duik ik nog even onder in de tas. En daar haal ik een pak sokken tevoorschijn. Mijn andere sokken van de Primark beginnen nu wel echt een beetje slecht te worden. Dus ik heb nu weer 5 nieuwe paren in verschillende tinten grijs. 3 tinten grijs, geen 50. Voor 3,50. Dus dat was het laatste item volgens mij. Ja. Ik zit nog even te denken of er nog iets in de was zit. Maar volgens mij heb ik niks in de was gedaan. Dus dit waren al mijn aankopen van de Primark. Ik ging niet heel bewust ergens naar op zoek. Ik vind het wel fijn dat ik nu weer een nieuwe blazer heb erbij. En wat jurkjes. Ondergoed is uiteraard ook altijd goed. En die deurhangers ben ik ook heel blij mee. En mijn oma die voor mijn oma koop ik eigenlijk altijd van die pantycoutjes. Dat zijn 5 paar voor... voor 2 euro. Dus ik heb 2 pakken voor haar meegenomen. En ik had eigenlijk ook nog een hele leuke mok. Met gouden ananasjes. Een witte. Een hele grote voor thee. Maar ja, die bleek stuk te zijn. Dus die heb ik gelijk weer teruggebracht. En heb ik ook geen nieuwe meer voor meegenomen. Dus alle aankopen van de Primark heb ik nu laten zien. En ook de 2 shirtjes van de Sting. Ik ben heel blij mee. En nu kan ik alles ook gaan opruimen. Die tas staat dus al een week eigenlijk in mijn kamer te wachten totdat ik een video kon maken. Wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!